De Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen is opgericht in 2003 en heeft ruim 350 agrarische leden, voornamelijk akkerbouwers. Het 130.000 hectare grote werkgebied bestaat uit het Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën, met alle drie hun eigen type landschap en verschillende grondsoorten en teelten. In het Oldambt worden vooral granen en koolzaad geteeld en in Westerwolde en de Veenkoloniën voornamelijk suikerbieten, granen en zetmeelaardappelen. In dit gebied komen verschillende akkervogels voor. Dit zijn onder andere de patrijs, de veldleeuwerik en verschillende soorten kiekendieven. ANOG ondersteunt de leden bij het plannen en uitvoeren van agrarisch natuurbeheer. In overleg met ANOG wordt bepaald op welke plek binnen het bedrijf de akkerrand het meest effectief is. Vervolgens koopt ANOG het zaaizaad voor deze randen centraal in. Agrariërs halen het op en zaaien het mengsel in het voorjaar. Peter Harry Mulder zaait een natuurbraakmengsel in dat zowel voedsel als broedgelegenheid biedt voor vogels en andere dieren. Zaaizaad in brengen, mengen opnieuw in de bak of mengt het mengsel. En dan zit het fijne zaaizaad zit er vooral onderin en het grove ligt een beetje bovenop ding. En je wil natuurlijk wel dat het mooi verdeeld gezaaid wordt. Het is deze geelgors gelukt om een legsel te krijgen in een natuurbraakrand. Het mannetje kijkt zorgzaam toe en helpt mee met het voeden van de kuikens. Heinink Hout beheert zijn rand aan de hand van een afgesproken maaibeheer. Dit zorgt ervoor dat de rand optimaal geschikt is en blijft voor akkervogels. De agrariërs die deelnemen aan agrarisch natuurbeheer krijgen een vergoeding voor het beheer van de rand en voor het uit productie nemen van landbouwgrond. ANOG controleert of de deelnemer zich houdt aan de beheerafspraken. Een nest van de veldleeuwerik in de tarwe. Het voedsel voor de kuikens haalt de veldleeuwerik uit de naastgelegen akkerrand. Jos Platen uit Ter Apel vertelt over zijn wintervoedselveldje. Zo gauw het winter wordt straks, we betrekken alle vogels hier zo naartoe. In de wijdse omgeving hiernaast is het gezeeld grootgoed en is mais. En dan trekken alle vogels en alle wild, onder andere patrijs en fazant en de reeën, trekken naar de ragge en de haver en de gerst. Dat is helemaal geweldig om te doen vandaag hier. Wij telen hier zo de fabrieksaardappelen, suikerbieten en een tal van groentes. We staan hier in een wintervoedselveldje. Zoals u hoort zijn veel insecten hier actief in de zomer. En in de winter komen veel
kaprijzen, een andere tal van kleine vogeltjes om extra te overwinteren. Ook zo af en toe zie je hier een buizerd die een extra muis vangt vanwege de vele graan waar hier zo te is. En het is gewoon een gigantische klus. Hiernaast hebben wij ook nog een bijenakker op een ander perceel. En dat is voor de extra bijen. En de bloemen, en dan is het een plus voor iedereen in principe. In de winter maken de reeën en akkervogels gebruik van het wintervoedselveldje voor voedsel en beschutting. Kors Onnes is bezig met de graanoogst. Naast zijn akker ligt de natuurbraakrand. Agrariërs planten ook struweel aan. Insecten en vogels vinden hier beschutting en voedsel. Naast de veldleeuwerik en de grauwe kiekendief zijn er meer akkervogels die van het agrarisch natuurbeheer in Oost-Groningen profiteren. De geelgors. De kneu. Een blauwborst. Een gele kwikstaart, de bosrietzanger, ringmussen. Gerard Manning is een van de leden van ANOG die fapranden inzaait. Deze bloemrijke randen trekken insecten aan en zorgen voor een natuurlijke plaagbeheersing in het naastgelegen akkergewas. Zo ziet een functionele agrobiodiversiteitrand eruit in de zomer. Deze fapranden trekken insecten aan die nuttig zijn voor de bestrijding van ziekten en plagen in het naast de rand gelegen akkergewas. De spuitingen door de boer worden uitgesteld of helemaal weggelaten. Zolang het akkergewas geen schade oploopt, blijft het milieu gespaard en worden kosten op insecticiden verminderd. De bloemrijke akkerranden vergroten de biodiversiteit en beschermen bepaalde kwetsbare soorten. Waterschappen zien de waarde van akkerranden in eerste instantie voor de bufferfunctie. Door de aanwezigheid van de akkerrand komen er minder gewasbeschermingsmiddelen in de sloot. Voor bijen en wilde hommels zijn de bloemrijke akkerranden een welkome aanvulling. Door de aantrekkingskracht voor bijen kan de rand indirect de bestuiving van landbouwgewassen verbeteren.
De randen zorgen voor een kleurrijk landschap, waar zowel inwoners als bezoekers van Oost-Groningen van genieten. Agrariërs en bijen zijn van elkaar afhankelijk. De bij zorgt voor bestuiving van het akkergewas. Aanogleden zaaien randen in met een bloemmengsel speciaal voor de bijen. Imkers zetten hun bijenkasten naast de randen. Dit is een raam met stuifmeel. De bijen hebben over het algemeen de raam stuifmeel altijd aan de kant zitten. Die zit naast het broednest. En stuifmeel is bestemd als eiwitvoorziening. Uiteindelijk om het gestel van de bijen raam te vervullen. Ja, dat is niet waar ze even verder. Ja, dat is de volgende keer. Ja, ja. Dat is de volgende keer. Ja, 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 in een belangrijk vogelgebied als de Veenkoloniën hebben akkervogels baat bij natte natuur. Niet beteelde natte grond levert voordeel op voor akkervogels, reeën, hazen en insecten. Het uiteindelijke doel is een robuuster peilbeheer dat ruimte biedt voor de verwachte klimaatschommelingen, dat bijdraagt aan een groenere bedrijfsvoering en verbetering van de natuur en het landschap in Oost-Groningen. Enkele aanlogleden telen erwten, luzerne en lupine. Deze gewassen zijn belangrijk bij de productie van voer in de eigen regio. Met hun bloeiende bloemen zijn deze gewassen ook aantrekkelijk voor insecten. Ja, als hij echt rijp wordt, wel. Ja, kan. Ik heb altijd een vat onder als ik dat proef. Ik ben Detmer ten Haven. Wij zijn akkerbouwer en varkenshouder te Beerta. Wij verbouwen lupines voor onze varkens. Deze zijn voor de eiwit in plaats van de soja. Wij verbouwen de lupines ook voor de landbouwdiversiteit van de aanog. De lupines is natuurlijk een gewas wat van oudsher hier wel gegroeid heeft en weer een beetje terug is van weg geweest. Het is ook een mooi gewas waar veel wild in zit. Je kan hier altijd kom je van allerlei insecten tegen. De hazen en de reeën zijn altijd ruim vertegenwoordigd. De fazanten kom je regelmatig tegen. En er zit verder ook heel veel andere insecten kom je hier in het gewas tegen. De inspanningen van de aanlogleden werpen in Oost-Groningen vruchten af. De veldleverik zingt het hoogste lied.